Nou, deze is dus gehaald als voor Fatima. Zo, Rodi heeft ook een mooi kaartje van Vaat. Thank you. Oh, wat een mooi kaartje. Dank je wel. Hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 27 september 2019. Ja, ik ben al netjes al aangekleed. Ja. Ik ga zo meteen de hondjes doen. Ik moet sowieso vandaag, kijk, de kreutjes meenemen. Deze moet nog ingepakt worden. Daar heb ik deze mooie mee. Dan moet ik nog zo meteen kaas, komkommers, snoeptomaatjes meenemen. Die staan in de koelkast. Yep, in de koelkast. Kijk, zo. Lekker, lekker liggie. Kijk, tomaatjes. Kaas heeft rauw gesneden. Komkommer, Indische cake, normale cake. Dus dat moet er dus mee straks naar school. En dan mag dat gereserveerd worden voor vanmiddag. Dus, maar ik wens jullie heel veel kijkplezier, want anders wordt mijn intro wel heel erg lang. Kijk, zo ziet het er al uit. We zijn lekker bezig. En Emily en die gaat snijden. En smisje. Heel erg. Ja, echt wel. Echt wel, zegt ze. Echt wel. Nou, Cora die is er ook, zie je. Henny en Jibbe. Shirley. Dus we zijn lekker bezig. Deze is dus gehaald als voor Fatima. Hij is heel mooi. Met, kijk, een hele mooie pot, toch? Ja. Nou, die is dus van mij, van Ikke. Die is van Ikke. Dus komt helemaal goed. We zijn lekker bezig. Nee, eerst op 1 tot 10 tellen, Kai. Kai, 1 tot 10 tellen eerst. Waar kan ik het beste gaan? Nou, hier. Kom maar, of ernaast. Nee, kom maar hier staan. Ja, maar dan zit ik weer voor. Even dat maakt niet uit. Oké, lieve Fatima. Oh. Iedereen die vindt het onwijs jammer dat je weggaat. Ja. Ik heb mijn moeder een opdracht gegeven om dus een heel mooi gedicht voor jou te schrijven. Oh. En die ga ik nou voordragen aan jou. Oh, jemig. Dus. Okay. Moeder zou niet goed schrijven. Lieve Fatima, dit gedicht is speciaal aan jou gericht, lieve Vaat. Jij was voor velen een voorbeeld, daar jij wel weet waar jij voor staat. En altijd voor een ander klaarstaan, met een helpende hand, je stond nooit toe te kijken aan de kant. En altijd lief en eerlijk, zachtaardig en een hart voor de zaak. Dat hoor je van de mensen niet zo vaak. Zo ben jij ook een vrouw met weinig woorden, maar met een gouden hart. Met daaromheen een diamanten rand. Zo ben jij ook altijd wel aan het werk, alleen niet in een boek met zilverwerk. Maar wel heel veel op school en je eigen praktijk. Midden in een woonwijk. En dan nog 2 mooie kinderen die jou niet hinderen. Nee. Maar nu ga jij ons verlaten, dat wij gaan onze tranen over onze wangen laten. Ook wensen wij met ons allen jou heel veel succes in je volgende nieuwe levensles. Dankjewel. Leuk. Gewoon maar gelijk even door. Ja, Trace. Ja. Zet je de film online? Ja. Dat ziet er blijven. Och, Echt super. Ja, joh, ik heb ze er allemaal op. Mee toch, hè? Maar eigenlijk wel, ja. Nee, hoor. Nou ja, weet je, hè, heb ik dat al, ja, heb ik net al gedaan. Nou ja, weet je, ik ben natuurlijk gekomen hier in een situatie waar het net gewoon niet echt optimaal was. En dat is natuurlijk waarom ik altijd ingeroepen word door kinderstralen. Omdat ik daar, nou ja, klaarblijkelijk goed in ben. Ik vind dat leuk, hè. Hoe groter de chaos en hoe meer weerstand, des te leuker ik het vind. De meeste mensen rennen dan heel hard weg. Maar ik word daar dan heel erg blij van.
En ik kan dat natuurlijk niet alleen. Dus dat heb ik gedaan met jullie. En dat kan ik alleen maar doen omdat jullie er zijn. En elke dag hier weer gaan staan. Ondanks dat het echt niet makkelijk is geweest. Maar jullie er wel altijd waren. En mij het vertrouwen hebben gegeven dat ik hier gewoon mijn ding kon doen. En dat jullie daar wat van konden leren. En dat jullie daar op een leuke manier met kinderen zeg maar, aan het werk kunnen zijn. Dus nogmaals, natuurlijk heeft het aan de manier waarop het misschien leiding geeft, maar het heeft ook heel erg te maken met jullie bereidwilligheid en jullie flexibiliteit en jullie inzet. Want zonder jullie kan ik dat natuurlijk gewoon niet. Dus ik ben jullie heel dankbaar dat ik met jullie heb mogen werken en dat jullie er altijd waren. En ook als ik eens een keertje geen tijd had, of wat dan ook, daar ook een begrip van hadden. Dus nogmaals, dank jullie wel. Ja, hou op hoor, Henny. Maar ja. Oh. Schijt van de oksels hebben gedaan. Die droog straks met vader. Oh, goed. Ben je die kreeg mee geweest? Alle medewerkers krijg je dus een cadeau aangeboden. Het is echt van alle medewerkers. Ook degene die er dus niet zijn. Nee. Daar heb je het dus van. Ze hebben dus met z'n allen aardig wat centjes binnengebracht. Nou, dat had toch helemaal niet van. En daar heb ik namelijk dus wat van gemaakt. Ja, dat zal. Ik denk, dit is nou, ik zou zeggen, nou, veel plezier. Wil je hem niet hebben, dan kan je hem altijd nog in de schuur hangen. Nou. Nou, oké. Het is breekbaar. Hebben we iets van een mesje of zo? Of een, Ja, wacht even. Ik heb alles te schuiven. In een la? Thank you. Hoppakee. Ik denk dat ik het zo doe. Dan kan ik hem... Wacht, er zit weer nog wat in. Is dat niet zeg maar 40 van die dingetjes. Ja, dat ik zal meteen ergens zeggen dat er een briefje in zit. Dat kun je nu dan weer met zoeken in de handen nemen. Daar zit je bril maar zo. Ja. Oh, kijk nou. Oh, nou wat superleuk. Kijk nou. Oh, dat was toen we natuurlijk... Nou, echt heel erg leuk. Ja, oh sorry. Ja, kijk jongens. Oh ja, ja. Ja, nou echt superleuk. Ja. Nou, wel leuk is, zeg maar, toen ik op mijn andere opdrachten op school, heb ik ook inderdaad iets gekregen, dan weliswaar in tekst, niet met foto's. En die hangt in bij mij op de wc en op een andere school heb ik dat ook gekregen. Dus deze gaat ook weer bij mij op de wc. Dat zie ik jullie elke dag nog. Nou, echt superleuk. Mooi gemaakt, Henny. Dankjewel. Ja, echt ja, heel erg leuk. Het was enkel al om al die kopjes uit te knippen. Ja. En zeg maar de foto's die dus niet klopten, gewoon eventjes eentje erin te zetten. Ja, echt heel erg leuk. Ja. Ja. Oh, Hattie staat er ook op. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, als het goed is, komt ze om 2:00. Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Nou, echt heel erg leuk. Nou, ik ga hem weer terug doen in het bobbertjespapier. Hij moet natuurlijk nog mee in de auto. Ik mag zo meteen wel 2 keer gaan lopen, zeg. Ja. Nou, jij gaat echt hard met dat ding, joh. Moet je geen helm hebben op dat ding, zou ik te denken. Ze gaat echt hard met dat ding. Ja. Ik blijf even hier erin. Ja, is goed.
Dat is prima. Nee toch, jee, mag mensen houden. Ik kan er helemaal niet zo goed tegen. Zo, hierna is het al klaar. Hè? Nee, nee. Ja, een pauze even inlassen. Ook goed. Oh, oké. Okay. Nou, die heb ik er heel even uitgehaald. Juist ook voor dit soort dingen. Ik moest je er even uithalen. Oh, dat weet ik niet eens. Nee, nee, ik heb haar eruit gehaald. Oh, daar heb ik niet eens een plaats gehad. Ja, ik heb het niet eens. Ik heb deze speciaal deze gegeten net. Oh, wat heb je allemaal gemaakt? Lekker. Heel veel lekkere dingen. Alles, hè? Zo, Rodi heeft ook een mooi kaartje van Vaat. Thank you. Oh, wat een mooi kaartje. Dankjewel. Lieve Ro, bedankt voor je vertrouwen, je volledige inzet en je humor. Ik ben dankbaar dat ik met je mocht werken. Mr. Love ben je voor Karin, de kinderen op school en de dierbaren om je heen. Deze idol. Idol past dus helemaal bij jou, liefst Vaat. Een idol? Oké. Okay. Ja. Ik heb wel idols, maar dat is wat anders volgens mij. Idol. Maar ik heb hier dus ook nog een heel groot pakket voor jou. Hier. Van Vaat. Gewoon netjes uitpakken. Ga eens even goed zitten. En anders even zo juist. Kijk. En als het niet gaat, gaat het niet, hè? Nee, gaat niet. Het is een beetje dunner. Ja, gaat niet. Het hier is zwakker dan het. Maakt niet uit. Scheur maar een beetje. Maakt niet uit. Ja. Pushy in beeld. Hè, Piet? Pushy, man. Kom eens gauw. Ik heb lekker melk over jou. Een hele lekkere melk. Ja, jammer dan. Dat wordt nog weer wat met de feestdagen. En dat ik dan ook weer heel rustig uitpak. Dat kan die ouders niet tegen. Nou, dat heb ik nou altijd al willen hebben. Oh, wat leuk. Een mooie klok. Wat leuk. In een vorm van dop. Oké, een oude roestige dop. Ja, nou zie ik hem. Wauw. Dat kan zien? Ja, dat kan. Nog eens de onjoel. De liefde? Liefde is de enige regel. Zo. En die past ook wel weer bij jou. Verstop de dop. Ja, verstop de klok. Het is tijd voor spelletjes. Nou, dankjewel, Vaat. Ik ben er trots op. Ik ben er blij mee. Je komt er al niet meer uit. Woorden. Het is oké. Wat gaan we doen? Oh, we gaan anders liggen ook goed. Hé, is oké, Levi.
Doe eens groeten. Wat lijkt het zo raar met één blauw oog en één bruin oog. Hey. Kitty. Is oké. Okay. Is goed, hè? En schat weer vanaf. Ja. Ja, een hele goede nacht allemaal. Ja. Ro is nu net naar huis, want we hebben 2 afleveringen gekeken van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, 2, maar liefst. Ik ga ook afsluiten. Ja, want ik heb een goed gesprek gehad, maar daar kom ik morgen even op terug. Ja. Ja. En ja, ik ga jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog. Abonneren. Reageren. Ja. Dan zien jullie mij morgen weer. Dank jullie wel. En tot morgen. Doei.